Tom, het leuke aan die lijst is dat er elk jaar weer mensen woedend zijn en reageren. Noem eens een paar leuke reacties. Er zijn natuurlijk altijd ook mensen die ons, die wel blij zijn dat we bellen en ons proberen te overtuigen dat het bedrag toch iets hoger moet zijn. Anderen flikkeren natuurlijk meteen de hoorn op haar haak en nemen daarna niet meer op. Een van de leukere reacties dit jaar was: dankzij de quote 500 moet ik 3 keer zoveel betalen voor mijn gordijnen als andere mensen in het dorp. Dat is de vrouw van de vleesverwerker en FC Twente financier Aldo van der Laan. Een andere was natuurlijk, en ik vind, heeft helemaal gelijk, je kunt beter in de quote 500 staan dan in het faillissementsdossier. Zoals de zoon van Jan van Mever die deze lofzang over ons had. En andere, ja, iets minder vriendelijk, maar ook dat hoort erbij als scribent van de quote. Veel succes met uw waardeloze redactiebaantje, kregen wij te horen van Auke Geurts, de zoon van Gerard Geurts. Nou, tot slot nog een mededeling van de marketingmeisjes. Dit was slechts 1 video van het grote Quote 500 journaal. Wil jij nou nog meer video's kijken? Klik dan hier. En ren daarna vooral naar de winkel en koop de Quote 500. Nou, ik hoop dat dit goed is.